De Rotary Vocational Excellence Award is een erkenning van onze eigen Surinaamse legenden. En dus mocht de gevierde kunstenaar Paul Woei de award voor 2024 gisteren in ontvangst nemen. Woei kreeg De Rotary Vocational Excellence Award werd voor het eerst in 1993 uitgereikt en werd in het leven geroepen om uitzonderlijke individuen te erkennen en te dienen als rolmodel voor toekomstige generaties. De uitreiking is een initiatief van alle vier Rotary Clubs in Suriname. Juryvoorzitter Noldi Haley zei dat er niet voorbij kon worden gegaan aan het werk dat Woei al jaren neerzet. Paul Woei, Vocational Award 2024. Paul Lamkon Woei Atsoi, geboren op 31 mei 1938, meer bekend als onze Paul Woei, is de oudste zoon van Atsoi Woei, die als 17-jarige uit China naar Suriname kwam, en Soi Tayi, die beide een winkelzaak hadden tegenover de Centrale Markt. Nog voor Paul de school bezocht, hield hij zich reeds bezig met het tekenen van onder andere zeppelins, die hij regelmatig voorbij zag vliegen. Het was oorlogstijd. Zijn schetjes verdwenen helaas spoorloos, omdat hij daarvoor papier gebruikte dat in de winkel bestemd was voor het verpakken van zoutvlees. Na zijn award in ontvangst te hebben genomen, deed Woei de onthulling van een nieuwe schilderij dat zijn oorsprong vindt in de geschiedenis van Suriname. De achterliggende gedachte is om de boodschap van eenheid in verscheidenheid te blijven stimuleren en ons bewust te zijn van de geschiedenis wat Suriname voor altijd zal verbinden. De schilderij, het licht van de schilderij heb ik gekozen voor de regentijd. Er zijn een heleboel wolklagen en dat licht is dan gefiltreerd. En dat, tussen haakjes, heeft de Nederlandse kunst beroemd gemaakt. Die wolkenlagen, je weet, Nederlands alleen met regen. Maar het licht is heel mooi. En in de regentijd, nu bijvoorbeeld, met al die wolkenlagen, heb je een heel mooi lichtlandschap. Je kan waterverf maken, je kan de mooiste schilderij maken en whatever else. De sluis is wat de geronselde arbeiders uit Afrika aan het eerst zagen. En voor vele generaties, voor 300 jaar, tot 1863, hebben de arbeiders als slaven uit Afrika niks anders gezien dan dit stuk land. En sluis is een symbool. De avond werd afgesloten met een korte rondleiding door de verschillende werken van kunstenaar Woei. Hierdoor werd het publiek in de gelegenheid gesteld om te genieten van de door de generaties heen neergezette kunstwerken.